zijn erin geslaagd om ouders aan school te binden, doordat we er aandacht aan besteden, er gericht beleid op maken. Wat we gedaan hebben is ouders geënquêteerd. We hebben ouders opgebeld om te vragen hoe het contact met school is, waar zij behoefte aan hebben. Anderzijds hebben we docenten bevraagd waar zij behoefte aan hebben, hoe zij er tegenaan kijken. Nou, en beide hebben aangegeven dat er meer betrokkenheid moet zijn. Ouderbetrokkenheid is hetgeen wat ouders met hun kinderen thuis doen. Dan kun je denken, ja, maar hoe kun je dan als school daar invloed op uitoefenen, op de thuissituatie? Nou, dat is door ouderparticipatie op school. Dus door ze heel veel informatie en kennis en vaardigheden aan te bieden, kun je invloed uitoefenen op hetgeen thuis gebeurt. Nou, dat is dan een stuk ouderparticipatie. En vanuit participatie kun je werken aan ouderbetrokkenheid. Nou, die toegenomen betrokkenheid van ouders zien we terug in de deelname van ouders aan ouderavonden, aan themaavonden die worden georganiseerd. Ouders waren verplicht of zijn verplicht bij ons om in ieder geval bij de rapportuitreikingen naar school te komen. Je kunt wel zeggen dat er sprake is van een cultuurverandering, want ouders die komen dus nu steeds vaker de school binnen. Het moet een normale zaak worden dat ouders de school binnenkomen.